Aan tafel zit Kees Verkerk, schaatslegende. Ik wil nu applaus. Kees, hoe is het met je? Prima. Ja, je woont nog in Noorwegen? Ik woon 45 jaar in Noorwegen. Dat weet ik. Heb je de camping nog? Die hebben we vorige maand hebben die overgedragen aan de buurman. Want mijn vrouw en ik hebben samen 45 jaar in het bedrijf gewerkt. En die camping ligt dan een beetje buiten het hotel en restaurant. Dus daar zijn we mee bezig, want onze kinderen die willen hetzelfde werk niet doen als wat wij 45 jaar gedaan hebben. Okay. Want je bent nooit thuis met een eigen bedrijf. Nee. Nou, fijn. Dus je bent in de rust, je bent pensionado? Nou, nog niet. Nog niet helemaal? Nee. Oké. Hey, een biografie door een jonge jongen geschreven. Jeroen, jij hebt de tijden niet meegemaakt van Kees, dus je kon het hem allemaal lekker eens nog eens een keertje uitleggen, of niet? Ja, maar hij wil wel veel uitgelegd hebben. Steeds maar weer, steeds maar weer. En ik ging steeds meer achteruit denken. Uh-huh. En nu heb ik in 2 dagen 7 interviews gehad. En er moeten er nog 2 komen. Oh. Dus daarom moet ik een beetje aan mijn stem sparen. Oh, rustig aan. Maar dit was een toeval. Een jonge man, zeg je. Ja. Op onze camping stond er een familie van 2. En die kwamen s'avonds een hapje eten. En ik bedien dan. Ik maak een beetje muziek. En toen ze uitgegeten waren, ging ik er voorbij zitten. En toen hadden we het over Schenk. Dus ze vragen eerst hoe gaat het met jou, de Nederlanders die in Noorwegen komen. En de volgende vraag is, waar is Art? Of hoe gaat het met Art? Alsof je altijd naast je zit. Precies. Maar dat was niet het geval. Dus ik ga in gesprek met die mensen en ik zeg, nou, Art heeft met een boek uitgegeven. Ze zou mij bellen, dezelfde uitgeverij, maar ik heb nog niks gehoord. Hij zei, joh, wij hebben een schoonzoon, die schrijft. Nou ja, en we gaan verder. En zo, ik zei, nou, als hij weggaat, neem mijn telefoonnummer mee voor je schoonzoon, dan belt hij maar eens een keer. En dat zo is gebeurd. Zo gezegd, zo gedaan. Ja. Want ik lees natuurlijk in dit boek dat jij je eigen trainingsmethode had. Er was natuurlijk een trainer die zei, je moet dit en je moet dat. Daar lapte jij een klein beetje aan je laars. Geef jij een beetje commentaar. Ik blijf ook een beetje in gesprek met je. Terwijl we zien wat jij en Art aan het doen zijn eigenlijk. Precies in hele kleine broekjes. Ja, ja. Dit is conditietraining in de zomer. En dit is in Puttershoek, dacht ik. Daar maken we dus. Ik had deze oefening. Nou, probeer het vanavond maar eens even. Dat is niet makkelijk. En met deze oefening van Art? Ja. Uit de stoel en op. En ja, dat was voor ons. Er was toen nog geen. Ook hetzelfde hier zo. Dat zijn dingen die hebben we zelf uitgedokterd. En dat hielp er anders. En vooral aan het humeur. He, want nu hebben ze heel andere training. Nu lopen ze op een loopband. Staan ze ook met allerlei kleding en apparatuur aan te meten. En dan staan ze naar elkaar te kijken. Liefst nog naar de mensen die over straat lopen. Mm-hmm. Maar wij moesten dus zomers het werk doen om 's winters hard te kunnen trainen. Te kunnen rijden. Ja, maar dit zijn allemaal oefeningen die jij echt zelf bedacht hebt. Ja. Maar allemaal oefeningen om waanzinnige dijbenen te krijgen. Ja, daar moet je het mee doen. Je moet het niet met je hoofd doen en met je longen. Iedereen dacht dat als die gaat fietsen en dan gaat hardlopen, wordt die kampioen op de schaats. Ga je kijken? Nee, je moet oefeningen zoeken hier beneden, want daar moet je het werk mee doen. Ja. En iedere sporter heeft toch één ding. Gebruik kopie-kopie. Uh-huh. Gebruik kopie-kopie. Ja. Jij was ook, dat vond ik ook ontzettend leuk om te lezen, Kees, eigenlijk de eerste, misschien bestond het woord nog niet eens, psychologische oorlogvoering, hoe je je tegenstander, in jouw geval gewoon Art, een van je beste vrienden, ook een beetje uit het lood kon krijgen om de wedstrijdjes te winnen. Jij was een beetje geraffineerd. Ja, ik was een beetje slim, zeggen de mensen. Je hebt het slim, ja.